Ja, vandaag gaan wij een fabrieksnieuw auto afronden die nog niet fabrieksnieuw is. Zo moet ik het dus eigenlijk zeggen. Ik heb vanmiddag om 5 uur de afspraak met de collectiebeheerder van deze auto. Want de eigenaar zelf wilde niet op beeld. Het is een 20 of 21-jarige jonge man die heel veel dure auto's heeft. En daar graag niet voor naar buiten treedt. Wat ik ook heel goed kan begrijpen. Deze hebben we compleet aangepakt en die bodem, ja, die was echt compleet verroest. Wat dus eigenlijk inhoudt als je hier in Nederland, want het is een Japanse auto, hier in Nederland nog een paar jaar door had gereden, hadden we hem nooit meer zo mooi kunnen maken. Dus de basis was in die zin, was hij voldoende tot goed. Het interieur is een tegenvaller. Dat zouden we eigenlijk als allerlaatste, weet je wel, we hadden het dashboard, een aantal gaten nog gerepareerd. En dan ga ik je zo nog laten zien hoe dat je zelf een stuur kan repareren. Dat is ook wel een heel bekend euvel. Dus ik dat interieur eruit gehaald, ik dacht dan poetsen we dat even. Maar dat was zelfs de interior mat cleaner niet tegen bestand. Kijk maar. Zie je, dat is echt door de zon en de hitte is het gewoon compleet verkleurd. En dan kun je dus ook zien dat de kwaliteit van Japanse auto's, zeker van bekleding, dat gewoon ja, niet heel erg top is. Dus dit gaan we helemaal opnieuw bekleden. En dat zal een week of 6-7 gaan duren. Maar voor de verdere rest gaan we wel heel de auto afmaken. Dus ook hè, die twin turbo motor, de velgen, het spuitwerk, alles is fabrieksnieuw gemaakt. Maar de afwerking zie je vandaag. En trouwens ook de aflevering, want ze komen hem controleren. Ja, maar dit is wel met montering gedaan. Ja, dat zie ik. Maar je ziet dus ook voor de mensen thuis dus in dit geval, als je met montering aan de gang gaat, zorg wel dat je altijd het residu afneemt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is geen schoonmaakmiddel, het is een bewerkingsproduct. Want dit komt misschien niet meer goed. Dus dat wil ik er wel even bij zeggen. Ik ga het stuur repareren en dat gat afwerken in het dashboard. Het is misschien wel even leuk om te zien hoe dat we dat doen. Dan gaan we hem dus nu helemaal schuren en de nieuwe laklaag aanbrengen. Want waar dat de fout mee wordt gemaakt, want je ziet dat hij hem nou nog eerst gaat opvullen, is dat er zo wordt gespoten. Je moet zo spuiten. En dat 3 tot 4 keer herhalen. Klik. Kijk. Terugdraaien. In het midden. En dan 3, 2, 1. Plop. Ho. Fabrieksnieuw. Ja, je ziet nou toch ook dat bij de achterruitjes is de bekleding ook allemaal losgelaten. Allemaal door de hitte. We gaan het gewoon losmaken. Kijk, dit. Kijk, hoppa. Daar is hij al, zie je het? Kijk, dit is hem. Dit moeten we allemaal eventjes opnieuw lijmen. En dan weer terugzetten. Maar dat komt wel goed. Oh ja, en voordat ik het vergeet, Danny Sanders wil nog iets tegen jullie zeggen. Kun je het nog herinneren, de winnaar van de challenge? Danny, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de 4e keer nu, denk ik. Ja, zoiets. Ja. We hebben een telefonisch overleg gehad, 2 dagen terug. Ja. Waarin jij me eigenlijk opbelde van, joh Rick, challenge hartstikke leuk. Je bent ook de winnaar. Daarvan. Je bent na 2,5 dag in samenspraak met ons ben je ook naar huis toe gegaan. We waren eigenlijk overeengekomen dat het vanuit beide kanten niet ging werken. Maar dan de reacties van buitenaf. Ja, die reacties zijn niet alleen over mij. Ik heb zelf een hele brede rug. Ik kan veel hebben.
Maar het gaat ook over mijn gezin. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer, heel erg vervelend. Dat leidt er wel onder, moet ik eerlijk zeggen. Ook voor mij. Kom niet aan mijn gezin, zeg ik altijd. Mijn kinderen is mij alles. Mijn zoon zit op de middelbare school, die krijgt daar ook reacties van. Ja, daar baal ik gewoon van. Ik wil het eigenlijk niet meer hebben. Het is over nu, het is gesloten. Ik heb een mooie ervaring hier gehad. Ik heb nogmaals veel in de keuken mogen kijken. Ik heb ook heel veel geleerd. En uiteindelijk heb ik besloten om samen te stoppen. Tussen ons zijn er geen problemen tussen Stipt en mij. Het is gewoon een keuze geweest. Ik heb echt van binnen mogen kijken hoe Stipt werkt. En het is inderdaad gewoon heel hard werken. Wel heel leuk, maar er wordt heel veel gevraagd. En waarschijnlijk zal het niet bij mij passen. Maar zoals je ziet, ik ben hier gewoon welkom. Mensen vragen af van ja, heb ik iets gestolen? Heb ik iets geks gedaan? Nee, je kunt gewoon zien. Ik sta hier met Rick, ik ben bij Stipt binnen. Ik ben welkom hier. Verder zijn er echt geen problemen. En verder wens ik iedereen hier heel veel succes. Ja, het werken bij Stipt is misschien moeilijker dan gedacht. Misschien moeten we het daarop houden. En een fabrieksnieuwe auto is niet voor iedereen weggelegd. En het maken daarvan al helemaal niet. Kijk mensen, dit is onze nieuwe Detail Brush. En hier kun je best wel lont mee tekeer gaan. Kun je ook zien, dit is al een hele oude. Daar werken we al weken mee en wij doen dat professioneel. En ze zijn nog steeds niet kapot. Dus dat is een goed teken en dat is ook hetgene wat ik wilde creëren. Dus gaan we dus de hele motorruimte nog even nalopen. En daarna met de glasreiniger schoonpoetsen en eventueel nog wat afwerking. Nou, kom eerst maar eens even binnen. Oh, de eerste indruk alleen al. Ja, Pascal. Wij hebben hem nou fabrieksnieuw gemaakt. En op het interieur in Adam, maar dat zal ik je zo ook nog uitleggen. Ja. En ja, spuitwerk, demontage, rubbers, velgen, banden, schijven, blokken, de remklauwen, motorruimte, spuitwerk. Je kunt zelf ook wel zien. Ja. Alleen al de klassieke voel. Ja. En die bodem, dat was misschien wel het ergste van deze auto. Kun je nog herinneren hoe dat eruit zag? Ik weet heel goed hoe die eruit zag. En Japanse auto's zijn natuurlijk qua bodem en wat gevoeliger dan Duitse auto's zijn. Ja, het is allemaal Japanse merken. Ben gedemonteerd, gestraald en gespoten. Er is geen roest meer te vinden. Alles op techniek. Ik heb allemaal nieuw. Mijn telefoon nog foto's van toen ik hem kocht. Nou, kijk, dit is toch intens. Toen was die aanzienlijk bruiner aan de onderkant. Sowieso. Complexe auto, moet ik je ook heel eerlijk toegeven. Het was technisch zeker voor die tijd. Een hoop auto's van 20 jaar later zijn veel minder. Ja. Dit is helemaal 100% origineel.
heel goed schoongemaakt, heel goed gedetailleerd. Maar origineel klinkt dan ook als je hierin kijkt. Dit is zoals het hoort en ook zoals de eigenaar het graag ziet. Dat denk ik ook wel. Daar twijfel ik niet aan. Dus het enige wat we nu nog moeten doen is het nieuwe interieur erin klikken en erin schroeven. Want Het ondertapijt is gereinigd en geïmpregneerd. Het pookje is al mat, handrem is mat. Ja. Voor de verdere rest is heel de auto af. Ja. Dus ja, dan gaan we hem hier afronden. Fantastisch werk, Rick. Kan niet anders zeggen. Dit is... Ik hoop dat hij er blij mee is, want hij heeft hem zelf oprecht nog niet gezien. Nee, maar ik maak je geen zorgen. Doe hem de groeten. Ja, doe ik. Ja. Top. En dan gaan wij ook hiermee de uitzending afronden. En dan vraag ik altijd aan de mensen wat ze van onze gasten vinden. Dus in dit geval, wat vinden jullie van Pascal? Of van de auto, moet ik eigenlijk zeggen. Dus laat even een leuke reactie achter. We zijn benieuwd. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren en eventjes het belletje aan te zetten. Want zo hebben wij elke week weer een unieke auto die wordt afgeleverd aan een van onze klanten. In een welgetelde fabrieksnieuwe staat.